Ik ben 1,60 meter en ik moet het gewoon van mijn babbel hebben. Als het tot vechten komt op straat, dan blijf ik gewoon nergens. Dan tillen ze me vierkant op en ze zetten me ergens anders neer. En dan ben ik gewoon nergens meer. Dus ik moet het van mijn babbel hebben. En ik denk, als het erop aankomt bij een achtervolging dat je heel hard moet rennen, dat ik het gewoon heel snel afleg. Maar als ik met mijn babbel weet om mensen bij mij te houden, dan is dat niet nodig. Dus ik denk dat ik voor mezelf een andere manier van werken ook heb aangeleerd. Ja, de kracht van het contact. Het steekwapen. Of dan even voorzieningen getroffen kan worden in het bureau voor een bakje koffie. En een ruimte waarin de getuigen even afzonderlijk even te deeg gehoord kunnen worden. Kijk, negatief denken, dat kunnen we allemaal. Ah, de bijl is toch een teringzooi. Ah, de tering, al die negers. Laat ze de tering krijgen. Waar is die boot met het luik dat op zee open kan en zo? Daar kopen we geen brood voor. Kijk, we zijn hier met z'n allen. En we moeten ook met z'n allen zorgen dat het hier een beetje wenselijk gaat. Natuurlijk zal het zo zijn dat over generaties de kleur van de Nederlanders wat donkerder wordt. Nou, het zij zo. Dat scheelt weer een hoop zonnebanken. Maar je moet zorgen dat je met z'n allen door dezelfde deur kan. Ik bedoel, je moet met elkaar verder. Dus als je loopt te kloten, dan heb je alleen jezelf mee. En als de politie loopt te kloten, dan is de politie... die kan wel inpakken. Of ben ik nu te grof?